Het is vandaag 172 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. In Suriname is het de 72ste keer dat er een dodenherdenking en kransleggingsceremonie is gehouden bij het monument der gevallenen aan de waterkant. De secretaris van de Federatie van Oudstrijders en Ex-Militairen, Wilfred van Gom, gaf aan dat de gesneuvelden die tijdens de Tweede Wereldoorlog met hun leven de prijs hebben betaald voor vrede en vrijheid niet vergeten mogen worden. Volgens de oudstrijder geniet de dodenherdenking nog steeds geen bekendheid in Suriname, vanwege de onwetendheid en onjuiste informatie. De federatie is dan ook blij dat de regering de organisatie van de dodenherdenking heeft overgenomen, waardoor het voortbestaan gegarandeerd is. En niet zoals gesuggereerd werd. Indien er geen oorlogsveteranen meer zijn, zal de dodenherdenking ook ophouden te bestaan. Naar de hand dergelijke verkeerde veronderstelling blijkt dat de samenleving geen kennis draagt van de betekenis van dodenherdenking en waarom deze gehouden wordt. Het is echt geen verzinsel dat Suriname en Surinamers daadwerkelijk aan de Tweede Wereldoorlog hebben deelgenomen. Bewijs het volgende. Toen de fascist Adolf Hitler Nederland had doen bezetten, ons land Suriname was dan kolonie van Nederland en vanzelfsprekend ook in oorlog. De Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman wees erop dat deze dag ook in Nederland wordt herdacht. De ambassadeur noemde het een eer dat hij samen met de oudstrijders stil kon staan bij deze bijzondere dag. Noorman deed een greep in de geschiedenis en memoreerde dat Nederland tijdens de oorlog bezet was door de Duitsers. Suriname en de Antillen bleven buiten het direct oorlogsgeweld en werden beschermd door de geallieerden. Het bauxiet uit Suriname en de olie uit Curaçao waren onmisbaar voor de geallieerde oorlogsindustrie. Daarnaast hebben vele Surinaamse actieve bijdragen geleverd in de strijd en vele zijn niet teruggekeerd. Ook mogen wij nooit vergeten de 101 Surinaamse Joden die tijdens de Holocaust zijn vergast of vermoord, of zijn omgekomen door een verzetsdader of als militair. En de solidariteit die het Surinaamse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft getoond met de Nederlanders. Door hulpgoeden ter beschikking te stellen. En fondsen te werken voor de aanschaf van Spitfires. Dat is nog altijd indrukwekkend. Dit toonde de verbondenheid van Suriname met Nederland. Na het beëindigen van de oorlog werd de Marshallplan hulp aangeboden. Marshallhulp. In een groot plan. Aan de landen die door dit geweld waren getroffen en als gevolg daarvan nagenoeg getransformeerd waren in een grote wereld. We zien heden ten dagen dat vele van deze landen economische machten zijn geworden. We denken aan de landen als Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk. Verkeek je zich echter niet op de Marshallhulp. Zonder de inzet, motivatie, mentaliteit en het arbeidsethos zouden deze landen nooit hun huidige niveau hebben bereikt. Minister Ronnie Benschop van Defensie vanmorgen bij de jaarlijkse herdenkingsceremonie voor gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. De ceremonie is gehouden bij het monument voor de gevallenen aan de waterkant.